Dag deze keer. We zijn laat op. Nee. We zeggen altijd goedemorgen. Maar dit keer niet. We hebben visite. En jullie kennen ze vast wel. Ze zijn wereldberoemd. In Groningen en omstreken. Hoi. Erwin en Greetje. Ja, hoi Mario. Ja, wat een eer. Dat jullie. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, we hebben gisteren lekker bij jullie even een biertje gedaan. Ja, heerlijk. En een wijntje. Ja, leuk. Gezellig. Jullie kwamen opeens voorbij ons lopen en zo van. Ja, we zagen in één keer een bekend gezicht. Heel leuk. Ja. Dat is zo vreemd voor deze mensen ook. Ze weten alles van ons. Ja, ja, hoe kan dat nou, hè? Wij weten alles van jullie. Ja, nou, dan moet je nog wel vlogs kijken. Dan moeten we nog wel wat zien, maar ik heb vanmiddag al een heel leuk filmpje gezien over het plaatsen van een... Burkie. Ja, hoe het niet moet. Ja. Dat is echt leuk. Maar wij vinden het echt heel erg leuk. Ja, want we zijn al heel lang fan van jullie. Hoe vinden jullie de camping? Ja, we vinden het eigenlijk prima. Alleen vanochtend veel lawaai hier zo. Ja, oh ja. En de wind mag wel iets zachter. Ja, maar, Maar daar kan de camping niks aan doen. Nee. Ik dacht dat die ventilator aan had staan. Maar, nee. Maar goed, dit is pas de eerste hoor. Hé, we nemen er een op. Ja. Proost! Hey, proost! Doedoe! Hallo! Leuk dat jullie weer kijken. We gaan eventjes wandelen. Het is middag. En we hebben zin om even een beetje actief te gaan doen. Dus en ik heb net met de drone een beetje gezien hoe we zouden kunnen lopen. Dus gaan we maar eens even op pad. Dit stukje is even nog wat minder mooi. Daar heb je wel mooie bergen. Ja, we gaan hier het hoekje om. Ja, hopelijk niet het hoekje om. Maar... Nou, jullie gaan het zien. Hier heb je al een stukje olijfbomen. Dat is ook wel bijzonder zo. Achter dat bos in. En in zijn plateau. Maar daar heb je die bijenkasten. Ja. Op de campingplaats. Ja. Dat is een medewerker van de camping. Blijkbaar dat hij hier hoort. Allemaal bijenkasten. Daar moet je een foto van zien. Dus, grappig. Ik hoop dat er wind niet te veel in de camera waait. Ik heb hem even omgedraaid. Ik ben bang dat we daar sowieso vandaag heel veel last van hebben, want het waait nogal. Dat merkte ik net ook met de drone. Die had zelfs een keer een gimbal overload. Oftewel, dat cameraatje wat eronder hangt, die kreeg denk ik te veel wind er tegenaan. En ik wou hem naar voren laten kijken en dat ging niet helemaal. Dus toch wel iets meer wind dan dat je zou denken. En verder is het wel super lekker weer. Nu zit de zon wel even achter de wolken. Maar als hij erdoor komt, dan merk je het meteen. Ja, ik draai hem nog weer even een keer naar die berg. Even iets inzoomen. Nou, we lopen inmiddels aan de andere kant van de Rambla. En daar is de camping. De camperplaats. We gaan even naar dat
witte gebouwtje wat we hebben gezien vanaf de andere kant. Kijken wat het nou is. Of dat nou een oud kerkje is of... Ook een rond gebouwtje, dat kun je ook vanaf de andere kant zien. Kijken wat het nou is, een soort waterput denk ik of zo. Ik zie daar een ketting bovenin die nok. Ja, nou, kan het water erbij. Ja, dat is allemaal stof. Ze zijn daar bezig met iets. Ja, daar, ik weet niet of dat te zien is op de camera, dat zal wel niet. Daarboven zie je allemaal stof over die berg heen. Het allemaal lekker over de camperplaats heen. Ik had straks ook op mijn iPad. Nou, dit is een... ingestort. Ja. Ik weet ook niet precies wat het nou... dat het een waterput zou zijn, maar... het kan natuurlijk ook iets anders voor graan of zo zijn geweest. Of iets. Geen idee. Ik ben wel benieuwd. Ja. Nou, dan gaan we even naar die andere, de andere kant. Ah, dat is jammer. Prohibido El Paso Propiedad Privada. Ah. Nou, je mag er dus niet... je mag er niet in. Geen idee. Nee, dat denk ik ook niet. Als ik zo... Het dak is denk ik al een beetje... Kijk, dat ding voor de wind wat erop staat, zo scheef is, ik weet niet wat. Het dak ziet er een beetje ingezakt uit. Het lijkt er wel iets van een oud kerkje of zo, hè? Met de pastorie of zo, of zou het gewoon een huis zijn geweest? Dit? Zonde, hè? Ja, het dak is ook helemaal ingestort daar. Jammer. Zie je het hier wel vaker van die ingestorte gebouwen? Ja. Ja. Kegeltjes. Ja, of ze... is denk ik wel een mooi huisje geweest vroeger. Vergane glorie noemen ze dat. Ik zie nog wel een schotel daar, zie je? Dus misschien zit er toch nog iemand in dat... in dat gedeelte ofzo. En daar lijkt het alsof ik denk dat daar een kerkhof is. Dat denk ik ook. Nou, die laat ik zo even van dichterbij zien. Ik ga er niet op hoor. Is het kerkhof. Die huisjes hebben betere daken dan de meeste huizen hier. Nou, Cementerio de Ramonete is het dus. Ik denk
denk dat we zo heel even nog een keer daarheen lopen. Dat we het heel even zien daar. Nou, heel even naar die grot waar Helma het over had. Grot, rots. Ja, het leek in de verte leek het wat meer een grot te zijn, maar het is niet meer als een kleine opening. Nou, we lopen even weer terug. We lopen nog even deze kant op van de begraafplaats. Zoals ik al zei, we gaan er niet op. Maar ik ben wel even benieuwd. Nou ja, daar zitten wc's. Nou, dat is makkelijk, want ik moet zeggen even plassen. Netjes dat ze dat erbij hebben, hoor. Hè? Hier heb je een doorkijkje. Oh, dat zijn denk ik allemaal urnen of zo. Tenminste, urnenmuren of iets. Weet ik niet zeker. Als ze dat hier doen. Of dat ze gewoon allemaal in de muur staan. Kan ook, hè? Dat die kisten in de muur staan, hè? Ja. Nee. Heel anders als bij ons in Nederland. En sommigen hebben dan zo'n huisje. Dat is toch apart, hoor. Hè? Vind je niet? Ja, ik vind het wel mooi. Ja. Het ziet er wel heel netjes uit. Ja, ja, zeker. Ja, daar is één plantje weggewaaid, zie ik. Maar... Dat ja, ja, joh. Echt bijzonder. Nou, het lijkt erop dat we een pad gevonden hebben. Dus aan de zijkant van de begraafplaats zijn we erin gelopen. Eens even kijken dat, hoe ver we hier kunnen komen. Hey, oeh, oeh. Het is maar goed dat Torren het niet heeft gezien. Oh, wat was het? Een eindje. Ik weet niet of ik het wel in beeld had, maar... Als Torren dat ziet, dan wordt hij helemaal gek. Als hem dan los zouden hebben, dan komt hij niet snel terug. Het blijft een jachthond. Hè? Dat hebben we wel eens, als we dan aan het wandelen zijn, we wel eens gehad, dan ging hij er vandoor. En dan roep ik maar niet, want dat heeft geen zin meer. Dan is hij aan het blaffen en dan roep ik hem pas of fluit ik pas als hij klaar is met blaffen. En dan komt hij wel op een gegeven moment weer terug, dan vindt hij wel weer. Maar hij kan echt, dan is hij helemaal blind. En dan gaat hij echt zijn neus achterna. En dan ik zie hem de dolle. Maar goed, dat even tussendoor. Oh ja, vinden jullie van mijn shirt? Ik heb hem al eens eerder aangehad volgens mij. Maar ik ben vandaag King of the Camper. En morgen dan heeft Helma misschien aan, dan is ze weer Queen of the Camper. Ja. Ja, dit begint erop te lijken zo, hè. Dat is een mooie wandel, hè. Kijk dan. Ja. Het is wel oppassen waar je benen, je voeten neerzet. Want heel veel... losse stenen. Goed voor de bellen. Ja, dat is weer niet te zien natuurlijk, hè, op de camera. Lekker stijl. Ja, er rijden hier nog wel auto's naar boven. Nee, 4x4 is wel nodig hebben hier.
Nou, we lopen hier en we zien ineens een huis. Wel mooi afgelegen. Geen last van de buren. Dat vind je wel mooi hoor. Ja? Wel afgelegen. Nou, we kunnen hier denk ik niet verder, want hier is ook een ketting. Dan kun je wel doorlopen. Maar... Er staat niks verder, wat niet mag. Maar daar gaan we doen. In ieder geval een mooi stukje. Ja, we zijn weer op de terugweg. Even wat gedronken, dat hebben jullie gezien. En al een keer of drie bijna onderuit gegleden. We kunnen hier even naar boven lopen. Dat is misschien een optie. Maar dan zul je daarna ook niet meer verder lopen. Maar misschien hebben we dan nog een leuk uitzicht. We gaan het zien. Ja, hier is het zwembad. Geen badmeester aanwezig. Dus even kijken. Nou, dit hebben jullie vanuit de lucht ook al kunnen zien. Dus even kijken aan de andere kant. Wat het uitzicht is. Konijntjes gezien? Heb je konijntjes gezien? Nee. Dat mag ik niet doen, ze zitten aan een bast. Ze zitten vast. Hij weegt maar 8 kilo, maar... Ja, ik kan trekken. Oh. Echt niet normaal. Nou, we lopen weer verder, hè? Kom! Ga je mee? Ga je mee? Doe maar. Kleine ondeugende jongetje in me omhoog en dan wil ik toch heel even kijken. Ik kan het niet laten. Wat is hier nou? Kijk, het is wel echt een oud kerkje of zo. Dat vind ik toch zo gaaf, hè, dit soort dingen. Jullie hebben dit niet gezien, hè? Niet doorvertellen.
deur weer netjes dicht. Ik ben er niet geweest. Die zwaluwnesten zit hier ook. We zijn weer terug bij de camperplaats en gaan zo even lekker zitten. Ondanks dat het niet echt een route was, hebben we toch wel een eindje gelopen zo. En voelt het wel in de beentjes. Dus, nou, ik sluit hem even af voor vandaag. Adios. Eerder zei je, dat was het voor vandaag. Dat is toch niet helemaal waar. De dag is natuurlijk nog niet helemaal om. We gaan nog even wat eten zo. En we hadden besloten om de barbecue's aan te steken. Onze simpele uitklap barbecue. Uitvouw. Wordt zo plat als die doos daar. En dan gaat die straks ook weer in. Ideaal ding. Echt een rijstbarbecue'tje. Dus... En we hebben niet echt barbecue spul, maar we hebben wat kipfilet stukjes en we hebben nog saté saus en we hebben een stokbrood en we hebben courgette. Dus ook goed, hè? Helemaal lekker. En een biertje. Ja. Heb je maar lekker gezet? Ja, net. Oeh. Nou, wij gaan. Ja! We gaan een nieuw plekje zoeken. Wel gek, want het was zo gezellig met Erwin en Greetje. Nieuwe vrienden per dag zwaaien. Doei doei! Oh, de handrem eraf is ook wel handig. Doei! Nou, daar gaan we. Zoek naar een nieuw plekje. We gaan richting Vera. Hopen dat daar een plek is. Maar,